Het is 4 november en vandaag werd bekend dat Deniz Aytekin komende woensdag de scheidsrechter is bij Ajax Celtic. Het is voor het eerst dat de Duitse arbiter een wedstrijd van Ajax fluit. Beide ploegen trappen woensdagavond om 8:45 af in de Amsterdam Arena. En vandaag is het precies 6 jaar geleden dat Jan-Arie van der Heijden debuteerde in Ajax 1. De huidige speler van Vitesse deed dat tegen Roda JC en had een belangrijk aandeel in de 4-2 van Dennis Rommedaal. Van der Heijden speelde na dit duel nog 1 wedstrijd voor Ajax voordat hij werd verhuurd aan Willem II en in 2011 definitief vertrok naar Vitesse. En vandaag feliciteren we Mario Melchiot met zijn 37e verjaardag. De verdediger speelde van 1996 tot 1999 voor Ajax en kwam in die periode tot 97 wedstrijden. Melchiot won 1 de landstitel en 2 keer de KNVB-beker met Ajax. In 1999 vertrok de rechtsback naar Chelsea. En we sluiten de kalender af met Ajax A1. Want de mannen van Orlando Trustful nemen het morgenavond op tegen de A1 van Celtic in het kader van de Youth League. De A1 verloor de eerste 3 wedstrijden en moet morgenavond winnen van de Schotten om kans te houden op een plaats in de volgende ronde. De wedstrijd tussen de A1 en die van Celtic is morgenavond vanaf 5 uur live te zien op Ajax Exclusive.